helpt iemand en daarna is je dure sieraad opeens weg en vervangen door een waardeloos prul. De laatste maanden berooft een groepje dieven behulpzame slachtoffers. Met een geniepig trucje. Een oudere vrouw uit Utrecht maakt zich donderdag 8 augustus klaar om naar buiten te gaan. De boodschappen zijn op. Tijd voor een bezoekje aan de supermarkt. Mevrouw, can you help me please? Please help me. Yes. I need to go to the hospital. My mother is dead. Can you help me please? I need to go. De jonge vrouw in de auto zegt dat haar moeder overleden is en dat ze naar het ziekenhuis moet. De bejaarde dame vindt het wat vreemd, maar probeert haar zo goed mogelijk te helpen. Thank you so much. Yes, you sent. Come. I present. Als dank krijgt ze een knuffel en een ketting. Tja, dan is het al te laat als ze voelt dat haar eigen ketting is verdwenen. Pas dan beseft ze dat ze slachtoffer is geworden van sieradendieven. Ja, het lijkt misschien zo op het eerste gezicht wat raar dat je zoiets niet meteen doorhebt. Maar deze dame is echt niet de enige. Een paar dagen eerder overkwam het ook een 65-jarige man, ook al in Utrecht. Dinsdag 23 juli, de Lomanlaan in Utrecht. Hier woont een 65-jarige man. Ik zat lekker voor het bankje, het was goed weer. Dus ik zat er lekker te luieren. Hoi. Mister, kom. Wat? Toen ben ik naar de auto toe gelopen en toen begonnen ze met z'n tweeën te kletsen over te vragen naar de church. De church. Mosk. Ah, mosk. Ik begreep bij de church dat met church dat het kerk was, maar verder niet. Daardoor luister ik juist zo aandachtig naar wat die meneer zei. That way, to the left. Ja, oké. That way. Mister, church, where is it? Church, we need to go to church. You are here? You go that way. Which that way? Way? Which way? To the left. I have present for you, thank you. Thank you so much. Je hebt geen benul van dat het allemaal gebeurt. Zo snel gaat het allemaal. Hel ze een ketting om, zo om mijn nek. Thank you so much. Dan hebben ze natuurlijk ondertussen mijn eigen afgedaan. En toen ging ze met mijn armband aan de gang. Thank you. Thank you so much. Ik kom de gang in. Toen zeg ik, oh kijk eens, Jans, ik kreeg zo van die mevrouw een ketting omdat ik de weg gewezen heb. Toen zei mevrouw gelijkertijd, heb je eigen juwelen nog? Nou, toen was het niet. Nou, toen heb ik meteen de politie gebeld. Nou, ik had het nog nooit gehoord hoor, dat het meerdere keren gebeurd was. Heb ik nog nooit meegemaakt. Maar ja, je ziet het, maar het gebeurde mij wel. Ja, de afgelopen maanden zijn er zeker 9 slachtoffers op deze manier, met een omhelzing en met nepsieraden, hun echte sieraden kwijtgeraakt. En ook gebeurt het dat portemonnees op deze manier worden gestolen. Bij de politie Midden-Nederland zijn op dit moment vooral gevallen in de provincies Utrecht, Flevoland en Gelderland bekend. Of het steeds dezelfde daders zijn, is niet duidelijk. Ze maken gebruik van meerdere auto's die opvallend vaak een witte kentekenplaat hebben. En ook de samenstelling in de auto's verschilt. De ene keer zijn het een man en een vrouw, de andere keer 2 vrouwen en 2 mannen. Vaak met donker haar en ze vragen in gebrekkig Nederlands of Engels naar de weg, naar een ziekenhuis of naar een kerk of naar een moskee. Maar er zijn ook varianten. Vorig jaar werd een 65-jarige man beroofd van zijn portemonnee nadat hij boodschappen deed bij een poelier in Zeist. En hij werd slachtoffer van een knuffelcollectante. In de poelier lijkt het slachtoffer al in de gaten gehouden te worden. Buiten zal de vrouw met de witte bodywarmer dadelijk met een papiertje met uitleg doen voorkomen of ze doofstom is. Ze vraagt om een donatie voor een goed doel en als de man zijn portemonnee pakt, geeft de vrouw hem een kus. Pas later krijgt de man door dat ze daarbij zijn portemonnee heeft gestolen. Nog zo'n geval. Er zijn beelden van deze pinner die in Veenendaal pint met een gestolen bankpas. Hij heeft kort daarvoor een vrouw van 80 aangesproken met de woorden: "You are a beautiful woman."
Daarna pakt hij haar hand en geeft haar een handkus. Tegelijkertijd steelt hij haar bankpas. Kijk goed of u hem herkent. In Nunspeet wordt een man van 90 op soortgelijke wijze beroofd van zijn horloge. Door een man en een vrouw die kort daarvoor door camera's in een supermarkt zijn gefilmd. Waarschijnlijk is de man dezelfde als de pinner in Veenendaal. Wie zijn deze gewiekste dieven? Herkent u de personen op deze beelden of heeft u enig idee waar zij of de andere daders van deze zogenaamde knuffeltrucs op dit moment verblijven? Bel dan met de opsporingstiplijn, gratis nummer 0800 60 70 of bel anoniem via M. En is u ook zoiets overkomen, doe dan altijd aangifte bij de politie in uw woonplaats. En ja, wat kunt u zelf doen als u met deze mensen geconfronteerd wordt verder nog? Wees in ieder geval op uw hoede als u wordt aangesproken. De vreemden die een wat merkwaardige indruk maken en dan ook nog eens lichamelijk contact zoeken. En overkomt het u toch, probeer dan bijvoorbeeld het kenteken te onthouden of op te schrijven of een foto te maken van de auto.